Ik ben geen academicus, ik ben geen filosoof, maar soms ben ik een soort kuifje die door goed te kijken ook de werkelijkheid kan doorgronden. Ik ben iemand die observeert en die indien nodig ook participeert. Want als je bijvoorbeeld wil schrijven over het leven op zee, dan moet je geen boek lezen van een visserman. Nee, dan doe je een oliepak aan en dan ga je mee op zee. Is dat boek dan journalistiek? Is het literaire non-fictie? Dat weet ik niet. Ik gebruik een journalistieke techniek om tot een boek te komen. Dus eerst gaat er een heel grondige studie van het onderwerp aan vooraf. En dat zie je, hè. Ik bedoel, de boekjes komen van overal. En eens alles is verwerkt, eens je de geschiedenis kent en alles wat daar is over geschreven, dan ga ik naar mijn onderwerp toe. De literatuurstudie volstaat niet. Nadien volgt het veldwerk. Je trekt letterlijk je laarzen aan en je gaat de hort op. Je gaat in gesprek met mensen. Het gaat over de mens en hoe die zich gedraagt in een bepaald biotoop. In dit geval is het dus een voormalig eiland, wat ik op zich al heel fascinerend vind, een voormalig eiland. Ja, na het debuut, na de val, waar ik eigenlijk in een voor mij bekende wereld dook, die van het wielrennen, is eigenlijk Urk het verhaal van een hele bevolkingsgroep, van een dorp. En ik werd ooit 10 jaar geleden als piepjonge journalist uitgestuurd naar dat dorp om een verhaal te maken over een moordzaak. En ik liep daar verloren, omdat Urk een dorp lijkt dat rechtstreeks uit de jaren 50-60 stamt. Waar de kerk nog centraal staat, waar er één ambacht is, de vis. Als ex-eiland hangen de mensen bijzonder sterk aan elkaar en is dat een soort onwrikbare identiteit, dacht ik. Dus 10 jaar later wilde ik het helemaal anders aanpakken en in plaats van erover te lezen en mensen te bellen die er iets over weten, ben ik gewoon naar daar verhuisd. Ik heb mijn koffers gepakt en ik ben een half jaar gaan wonen in het midden van het dorp bij een gastgezin. En ik heb alles gedaan wat de Urker ook doet. Ik ben mee gaan vissen, ik ben mee gaan drinken, ik ben mee gaan bidden om op die manier de cultuur van binnenuit te leren kennen. En na verloop van tijd groeide mijn netwerk zodanig in dat dorp dat ik ook de schaduwkant van die heel bijzondere cultuur leerde kennen. En dan komt het erop aan om die te durven benoemen en die te durven onderzoeken om een volledig beeld te kunnen schetsen van die gemeenschap. En geen gepolijst beeld, maar de werkelijkheid. Althans, de werkelijkheid zoals jij die hebt ervaren. Wat zo avontuurlijk was voor mij, is ook zo avontuurlijk gebleken voor de Urker bij het lezen. Want het dorp was een totale shock. Een shock waarbij mensen niet kwaad waren op mij, maar waarbij ze het gevoel hadden van hey, we worden een spiegel voorgehouden. En ik heb Urk is over dingen beginnen nadenken waar het vroeger niet over nadacht. Dus een toeristische brochure is het niet, wat ik heb geschreven. Maar het wordt wel gewaardeerd, maar mensen hebben het een paar keer aan de kant moeten leggen tijdens het lezen, omdat ze dingen lazen die ze over hun eigen dorp niet wisten.